Beste kijkers en luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bord op Schoot podcast. Vandaag gaan we jullie weer meenemen door alle hoogte- en dieptepunten van speelronde 21. Nominaties voor grote spelers, hete kolen en natuurlijk de coach van het jaar. En dat kan ik niet alleen, dat doe ik samen met Wouter Boerkamp. Ja, Nicky. Foutloos, jongen. Ja, de eindelijk. Ik mocht het vorige week een keer hosten. En nou ja, ook best wel leuke comments gehad onder YouTube. Daar was ik op zich blij mee. Maar ja, we willen jou voor de kans geven om het nog beter te doen natuurlijk. Dus, ik zou uitkijken met wat je zegt. Hè? Want jij hebt Jim Hiel weggejaagd. Ik bedoel, Mart. Oh, ik heb Marten ook al niet meer gezien. Nee, ga je nou op de Mart toe? Ja, nee, ja, maar Mart hebben we nou vorige week even een weekje rust gegeven. Die zien we waarschijnlijk volgende week. Weet je, het wordt ook lastig voor hem om dit platform zo te dragen. Ja. Hij moet af en toe ook een beetje rust krijgen. Anders zit hij ook tegen een burn-out aan straks. En dan ja, anders gaat hij er ook te veel zelf in geloven, denk ik. Ik denk dat dat ook wel een probleem wordt op termijn. Ja, we moeten alle kijkers wel even op de hoogte stellen van de kleine technische problemen die we hebben in de studio. Want normaal hebben we natuurlijk prachtige graphics hier achter ons. Maar die zijn er vandaag helaas niet. Die zijn heel mooi gemaakt, maar die zullen wel over de video als het goed is heen worden gezet. Maar we kunnen ze helaas nu niet in beeld brengen. Maar desalniettemin, we hebben geluid, we hebben beeld. We hebben twee hosts, dus dat gaat helemaal goed komen. Wouter, wij gaan ons gewoon helemaal goed maken. Laten we gelijk lekker beginnen met wat de wedstrijd van het weekend moest worden. Ja. Is het dat ook geworden, Heerenveen Feyenoord? Ja, we beginnen inderdaad met Heerenveen Feyenoord. Het was wel even een dingetje, want we hebben straks nog een aantal fantastische wedstrijden. Ook qua scores en ook wat er allemaal gebeurd is. Maar ja, qua belang was natuurlijk Heerenveen Feyenoord. Feyenoord was koploper en misschien wel een van de laatste. Laatste wil ik niet zeggen, maar een van de 3-4 grote hindernissen richting de mogelijke titel. Ja. Dus wat dat betreft wel een wedstrijd die de moeite waard is om als eerste te bespreken. En zeker als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd. Het was echt heel raar eigenlijk, want je zou denken dat vermoeidheid pas in de tweede helft op zou komen. Maar het leek wel alsof Feyenoord totaal niet wakker was. Nee, ja, nou ja, dan moet ik zeggen dat ze... dat het wel vaker voorkomt als teams een verlengen bijvoorbeeld hebben gespeeld. Dat het dan juist aan het begin heel erg stroperig is. Maar dat is best wel een gek fenomeen. Ja, je zou denken dat je nogal positief begint en daar echt op hamert. Ja. Maar dat gebeurde niet. En Feyenoord werd totaal... Ik denk dat de eerste 10 minuten was alleen maar balbezit bij Hansko en Geertruida. Die hebben de bal 100 keer naar elkaar toe gespeeld. En toen daarna Heerenveen er maar een beetje druk op kreeg, toen bleek het helemaal in te storten bij Feyenoord. Ja, klopt. En ik vond ook wel dat ze heel snel de lange bal speelden. Vooral Hartman speelde achter een aantal keren de lange bal richting Giménez. En dan jij tweette nog. Ja, hij stond er op een eiland. Ja. Dat was echt niet normaal. En op zich, kijk, die ballen zelf waren op zich goed. Giménez kon er soms ook wel wat mee. Alleen er stond gewoon niemand om hem heen. Dus ook als hij de bal vasthield, dan was er totaal geen aansluiting. En dan wordt het weer heel lastig. Dus het was vaak ook niet de beste bal om te spelen. Nee. Ondanks dat je niet achterin eindeloos kan blijven rondspelen, was dit vaak ook niet de beste optie. Dus ik vond het eigenlijk best wel gek. En ook nog even terug naar de beginopstelling. Want ja, ik had ergens het idee dat die verlenging met NEC en de wissels die toen werden gedaan, dat Slot daar misschien wel wat uit zou halen voor deze wedstrijd. Maar uiteindelijk was de wijziging Jaan Baks eruit. En daarvoor kwam in de plaats... Dilrosun. Ja, wat ik gewoon heel... En Dani en Giménez stond natuurlijk weer in de basis. Wat ik heel erg gek vond, is Idrissi heeft 120 minuten volgemaakt tegen NEC. Terwijl hij helemaal nog niet fit was. Kwam net terug van een blessure. Nee. En start nu gelijk weer in de basis. Ja, dat was misschien voor hem ook wel even iets te veel van het goede. Want dit was absoluut niet zijn beste wedstrijd. En sowieso de buitenspelers, zowel Dilrosun stond helemaal aan de buitenkant. Idrissi stond ook helemaal links aan de buitenkant. Nou, de backs kwamen daar ook niet echt tussen. Niet. Ja, Pedersen 1 keer, maar toen gaf hij weer een verkeerde voortzetting. Dus uiteindelijk was er super weinig ondersteuning voor Giménez. Ook omdat Timber totaal geen spelers... Ja. Oh. Maar zo'n kwaliteiten, dan moet ik eerlijk zeggen, ik denk dat wij daar iets anders in staan. Dat ik Timber hoger heb zitten dan dat jij hem hebt zitten. Nee, maar dat ben ik niet met je eens. Want ik heb Timber echt wel hoog zitten, maar niet op deze positie. Nee, oké, dan liggen we volledig op één lijn. Want als 10, dat kan gewoon niet. Hij heeft gewoon totaal geen gevoel voor wanneer hij bij de spits moet komen. Ook niet echt het verfijnen, zeg maar, rondom de 16 om andere medespelers in stelling te brengen. Terwijl hij qua voetballend vermogen, ook als hij wat verder terug staat op het veld, best wel heel bruikbaar daar kan zijn. Is hij goed. Achter de bal is hij goed. Als 6 vond ik hem echt goed ontwikkelen bij Feyenoord. Maar na de eerste helft had hij weinig de bal. Maar de tweede helft, toen Heerenveen iets meer risico ging nemen, kreeg hij af en toe een paar ballen in de omschakeling. Dat hij gewoon eerst al een minuut om zich heen aan het kijken was, wat ga ik nou doen? En hem daarna verspeelde. Ja. Nou, het was echt... ik kan me ook niet voorstellen dat Slot die nou vast blijft houden. Nee, ik denk sowieso niet. En ook niet dat het goed is voor Timber om heel lang in deze rol te spelen. Want... ja, theoretisch gezien zou hij het zich een beetje eigen kunnen maken. Maar ik heb het idee dat hij nooit een natuurlijke 10 gaat worden. Dus wat dat betreft denk ik dat hij er ook zelf baat bij heeft om hem in een meer verdedigende rol te spelen. Dat denk ik ook. Even terug naar vooral de goals. Want Feyenoord lijkt heel makkelijk na 35 minuten op 0-2. Maar er gaat natuurlijk wel een redelijk cruciaal moment aan vooraf. Ja, Heerenveen heeft echt 2 weken op rij echt gigantische pech gehad. Ik moet zeggen dat ze vorige week tegen Utrecht, dat ze in de slotfase best wel veel druk kregen op Utrecht. Best wel veel kansen ook creëerden om daar nog een resultaat weg te halen. Nou, dat ging al fout door echt een minimale buitenspelbeslissing. Nou ja, waarschijnlijk wel correct, ook met de techniek. Maar echt heel lullig voor Nunnely. En deze week gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Maar was het buitenspel? Zeg maar, raakt hij die bal? Of is dat niet? Nee, als hij een poging doet om die bal te spelen, dan is het al voldoende om buitenspel te zijn. Dus dat klopt op zich wel. En hij staat natuurlijk net zijn voet. Met die lijn is het wel duidelijk dat hij buitenspel staat. Maar het is wel echt 2 weken op rij dat Heerenveen heel ongelukkig is. Ook omdat je ziet, omdat je zag dat hoe Heerenveen aan de wedstrijd begon, dat was best wel goed. Ja, het gaf wel perspectief. Ja. Als je een ploeg die, wat dat is, 3 of 4 van de vorige Eredivisie verloren. Ze hadden 3 keer op rij verloren en nu 4 keer op rij. Ja, dit was nog de beste wedstrijd van Heerenveen. Dus op dat gebied misschien ook wel wat perspectief? Ja, denk ik ook wel. Ook omdat ze weer een redelijk logische formatie hebben. Nu is Van Hoornik weer een pure centrumspits. Ja. Ook omdat je geen echte tweede spits meer hebt. Ja, Nunnely begint een beetje fit te worden. Aan de linkerkant heb je nu weer opties met Zeulert en met Saroui. Ja, Nunnely was heel gevaarlijk. Ik vond hem echt goed spelen. Ik had eerlijk gezegd, want ik was geen voorstander van het switchen naar 4-3. Zeker niet toen Sardar nog was. Ja, ik denk dat het nu eigenlijk bijna de meest logische optie wordt. Ook omdat je geen goede tweede spits meer hebt. Dat je toch met buitenspelers moet gaan spelen. Van Kalsbak wel aardig invallen. Ja, maar het is wel of. Het is niet Kalsbak. Nee, kan dat niet. En Van Hoornik. Dan wordt met Vitesse begin. Dan wordt het een beetje een gekke combinatie. En aan de zijkant viel natuurlijk uit Noorwegen. Saroui in. Ja. Die vond ik ook wel aardig invallen. Ja, het is leuk voetballer. Het is echt wachten totdat hij, denk ik, ook wedstrijdfit genoeg is. En ook een beetje gewend is aan de speelstijl van Heerenveen. Dat hij gewoon op de linksbuiten kan spelen. En dat Keulen het weer terug kan naar linksback. Op de plek van Kahip. Ik denk dat dat best wel logisch is. Dus ja, wat dat betreft best wel weer een hele ongelukkige nederlaag voor Heerenveen. We moeten het nog wel even hebben over die goal, hè? Jongen. Ik lag lekker rustig op dat bankje. Ik dacht 0-2. Die zit in de tas. Oh, ik dacht dat je eerst nog even naar 0-1 wilde gaan. Complimenten voor Giménez voor het weglopen. Want wat hij kan, ik zie hem diepte lopen, acties maken. Ik zie hem in de bal komen. Ik zie hem breedte lopen, acties maken om los te komen van de verdediging. Ja. Want wat hij heel goed deed was weglopen bij Bognević. Die coachte in principe Kahip om over te nemen. Alleen Bognević stapte al uit voordat Kahip het gezien had. Waardoor het voor hem een hele lastige situatie werd om te controleren. Giménez doet dat gewoon heel slim. En hij rondt hem ook nog met links prima af. Dus. Je merkt ook dat hij echt veel fitter wordt. Hij gaf ook in het interview na de wedstrijd zelf aan dat hij 2 keer per dag traint. Omdat hij echt niet gewend was aan het systeem wat Feyenoord wilde spelen. Met het meeverdedigen en het aanvallen. En zeker vandaag, toen hij op een eiland stond, heeft hij echt best wel veel moeten lopen. Zeker in de beginfase. Ja. En jij hebt het zeker vanaf het begin al gezegd. Maar je ziet dat hij echt individuele kwaliteit heeft. En dat hebben echt weinig spitsen. Want hoe hij die bal... normaal zit ik op die bank en dan word ik blij. Maar nu zat ik op die bank en ik moest gelijk aan jou denken. Toen jij scoorde. Ik weet niet of je daar heel blij van wordt. Maar ik heb wel bepaalde dingen van hem gezien. Waardoor ik heel veel vertrouwen in hem heb. Moet er wel bij zeggen qua fitheid en zo. Je ziet wel dat hij na 1 uur dat hij op is. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat hij ook niet super gelukkig speelde. Zeg maar in het algemeen. Maar dat is ook omdat ik denk als Feyenoord beter gaat draaien. Als de buitenspelers beter gaat draaien. Als er echt een 10 onder hem komt die echt aan kan sluiten. Zeg maar, dat hij echt nog veel meer gaat laten zien. Ja. We konden vandaag niet zeggen dat de wissels het verschil maakten. Nee, ook niet. Nee, alleen bij Heerenveen. Inderdaad, even terug naar jou goal. Je ziet Van Aanholt. Die versnelling ook in die bal, man. Echt niet normaal. Je ziet ze ook allemaal kijken. Zeg maar, ik vind het mooi die herhaling achter het doel, zeg maar. Wiever staat ervoor volgens mij. Ja. En die draaien zo om en die kijken of wat is dit nou? Ja, ik dacht echt dat hij al binnen was. Ik zie die bal, ik denk... echt bizar hoe die hem raakt. Ja. Die bal raak je denk ik nooit meer van je leven zo. Nee, ook een best wel onnatuurlijke positie om hem met je rechterbeen zeg maar zo in die korte kruising te schieten. Dus inderdaad zelden vertoond. En ik moet eerlijk zeggen, als ik over de hele wedstrijd kijk, had voor mij die 2-2 er ook nog wel in gezeten. Was niet heel... Kansen waren er niet veel. Nee. Maar zeg maar, ik vond Feyenoord over die hele wedstrijd niet dominant. Was zeker niet overtuigend. Misschien een dingetje nog vooruitkijken naar volgende week. Kukçu, 5e gele kaart gepakt. Zal er niet bij zijn tegen AZ. Ja. Ja, en dit zijn eigenlijk ook die overtredingen. Hij moest hem eigenlijk gewoon maken. Maar het zijn ook de overtredingen die je moet maken omdat het 2-1 is. Omdat je eventueel resultaat uit handen laat glippen. Terwijl normaal gesproken maak je misschien de 3-0. Kun je Kuksu wisselen. Of hoeft hij die overtreding niet te maken. En dat kan wel bepalend zijn als ze volgende week tegen AZ spelen. Dan hangt het nog meer af van... Nou ja, bijvoorbeeld Geertruida, Hansko vond ik heel goed spelen vandaag. Heel goed, ja. Dus echt geweldig, ook heel veel dynamiek. Hij is heel vaak nog voorzichtig in die crosspaas, maar vandaag was hij dat echt niet. En hij heeft echt een goede trap in zijn benen. Ja. Hij speelde echt heel goed. Zeker, dus hem zullen ze volgende week ook absoluut nodig hebben. Een ploeg die wat dominanter was vandaag, daar gaan we nu naartoe, PSV. Ja, die waren echt goed, hè? Gisteravond al. Sorry. En moet ergens wel nog wel een kleine kanttekening maken van hoe sterk was het verweer van Groningen. Maar als je ziet hoe bijvoorbeeld die linkerkant van PSV functioneerde. Hoe Van Aanholt nu speelt, hoe Hazard nu speelt, hoe Veerman er ook weer helemaal in komt. De Jong begint weer met scoren. Ja, Simons kunnen we het elke week wel over hebben. Beetje repeterend verhaal, hè? Ja, maar er zijn wel steeds meer elementen binnen PSV dat je ook niet meer zo afhankelijk hoeft te zijn van Simons. En dit was voor het eerst dat ik ook wel andere spelers zag, echt heel erg zag excelleren. Hazard kon maar een helftje spelen. Ja, jammer. Dat tandem met Van Aanholt smaakte wel naar meer, hè? Ja. Ja, sowieso die hele linkerkant met Veerman erbij, dat is echt genieten. Wat dat betreft is het elftal nog wel een beetje uit balans. Want de rechterkant met These en Bakayoko en Sangaré zit natuurlijk veel minder voetballend vermogen in. Dus daar kon Simons ook af en toe een beetje uitwijken naar die kant om dat een beetje recht te trekken, zeg maar. Maar over het algemeen echt wel een heerlijke wedstrijd voor PSV. Veel verschillende doelpuntenmakers ook. 6 verschillende doelpuntenmakers. Ja, het was prachtig, maar Xavi Simons, het wordt inderdaad een repeterend verhaal. Maar ik vond deze keer misschien de assist wel bijna net zo mooi als de goal bij de 1-0. Ja. Dat was echt een moeilijke voorzet, hoor. Ik denk dat niet veel om ze het zo kunnen geven. Nee, het is sowieso heel goed dat hij het ziet. Dat hij doorkomt aan die rechterkant. En dan die strakke voorzet. Moet wel zeggen dat Verrips... Ja, wat kon iemand anders doen dan dit? Sowieso zijn niveau niet, hè? Nee, heel matig. Maar alle credits naar Simons en sowieso meerdere spelers van PSV. Ook Bakayoko die zich een beetje pakte. Ik vond ook wel dat hij, ook de supporters, maar ook wel de ons of wie er bij ons dan ook wat over gezegd hebben, vind ik ook wel dat je hem sowieso niet nu al mag afschrijven. Omdat die jongens in 19, die heeft heel weinig wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Ik denk dat het zijn 4e, 5e basisplaats is. Dus ik ben heel blij dat Van Nistelrooy hem de kans geeft. En je zag ook die oprechte blijdschap bij Van Nistelrooy langs de zijlijn dat juichen, weet je wel. Dus dan, dat vond ik mooi. Alleen, eigenlijk alles sportieve wat we nu bespreken is niet zo mooi als de 12e minuut. Nee, daar heb je echt heel erg gelijk in. Het was echt een prachtige eerbetoon. Ja, kippenvel. Ja, ook goed dat Hiegler het spel even stillegde, zodat eigenlijk alle aandacht daar naartoe gaat. Knapte zelf mee. Want als je het spel door laat spelen, zeg maar, ga je ook daarop letten. Terwijl het nu gewoon echt even een moment voor hem was. Alle sponsoren hadden ook ervoor gezorgd dat alle reclameborden voor matches en voor Sanquin waren ook goed. Ja, alle lichtjes erbij. Ja, en dan dat shot van Thijs Legers zelf, zeg maar. Dat vond ik wel moeilijk om te zien, man. Ja, ik vind het wel knap hoe cool hij eronder blijft. Ja. Ook in dat interview zag je, ik weet niet of dat met ESPN of PSV TV, dat weet ik niet precies. Dat hij best wel nog positief en daarin staat. En het is moeilijk. Ik vind dat zo moeilijk, omdat ben van mezelf best wel empathisch. Maar daarin verplaatsen, dat is denk ik bijna onmogelijk. Ja, want hij zit daar inderdaad op de tribune en alles is door hem opgezet en is voor hem. Alleen hij is degene die het treft, zeg maar. Dat lijkt me zo moeilijk. Ja. En volgens mij heeft PSV, misschien ook wel in combinatie met ISBN, maandag nog weer een uitzending. Volgens mij maandagavond, als ik het goed zeg. Anders moeten mensen mij even corrigeren in de comments. Maar ook dan wordt er nog aandacht aan besteed. Dus dat is hartstikke goed. Ja, nou even terug naar de wedstrijd. Hoe moeilijk dat ook... Hoe raar dat ook eigenlijk is. Na de eerste helft moet Groningen gedacht hebben dat ze de ergste storm hadden overleefd. En dat het een beetje ging liggen, want PSV miste kans op kans op kans. Ja. En de tweede helft werd het eigenlijk tegenovergestelde. Ja, er zat eigenlijk maar één moment in waarin Groningen het verschil had kunnen maken in een resultaat. En dat was bij 2-0 dat Scher alleen af kon op de keeper. Was het een Zwalbe? Wilde hij echt een penalty? 100% een Zwalbe. Maar ik verbaas me ook een beetje dat hij geen geel kreeg. Maar ik denk niet dat hij voor een penalty gaat. Ik denk gewoon dat hij valt. Ik denk niet dat hij dacht dat hier een penalty voor zou worden gegeven. Dat was niet zijn intentie, denk ik. Ja, ik denk dat hij gewoon totaal verslikt in zijn eigen actie. En daarna aan het einde maar denkt, ik voel iets, dus ik ga maar liggen. Maar echt best wel zonde voor Groningen dat hij het zo slecht uitspeelt. Manu was nog meegelopen, had nog gekund. Heel veel andere opties dan dit had hij ook nog wel. Dus wat dat betreft had dat voor Groningen enigszins het verschil kunnen maken. En je merkt ook na die 3-0 van Brentwede dat het helemaal leeg was. En dat ja, ze helpen elkaar daar in deze wedstrijd in ieder geval ook niet. Want nee. Soeslof liet Meta echt gewoon zakken. Manu ook, liep ook niet terug. Dus nee. Alles wat over de rechterkant kwam, gebeurt niet heel veel bij PSV. Maar het kwam allemaal bij Meta uit. Ja. Die moet je net niet hebben. Nee, nee. Dus, en dit was nog niet eens de slechtste wedstrijd. Dus ja, echt een, eigenlijk gek genoeg een wanprestatie bij Groningen. En dat in een uitwedstrijd bij een topclub. En daar kun je die niet bij gebruiken. En denk je dat het ook een beetje mee te maken heeft dat het jongens zijn die best wel hoog niveau hebben gevoetbald. En zich dan ook een beetje in deze degradatiestrijd een beetje te groot voelen? Ja, ik weet niet. Hebben ze nog heel veel spelers die dit niveau ontstijgen? Dat betwijfel ik. Er zijn wel een hele hoop gasten die denken dat ze beter kunnen. En er zijn inderdaad de Pelopessies en de Verripsen die eigenlijk geen degradatievoetbal zouden moeten spelen. Maar ja, die spelen zelf ook zo slecht dat ze niks kunnen zeggen. Nee. Dus ja, Verrips wilde geloof ik ook niet meer voor de camera. Nee, daar wilde ik nog even naartoe. Want die wilde inderdaad zelf niet verschijnen. Die liet de 17-jarige Tijmen Blokcel maar voor de camera staan. Die dat heel goed deed trouwens. Ja, zo las ik het inderdaad ook. Maar het is best wel triest inderdaad dat je als Groningen afhankelijk bent van een 17-jarige speler. Hoewel die het fantastisch doet. Alleen dit is niet de omgeving waarin hij profvoetballer zeg maar zou moeten, als profvoetballer zou moeten beginnen. Nee. Maar het is helaas wel zo. Is het denk ik voor hem goed om bij Groningen te blijven wel? Ja, sowieso. Want kijk, ook al vliegen ze eruit. Die jongen 17, die heeft wat met die club. Je hebt ook gezien dat bij PEC bijvoorbeeld dat er wel een aantal clubspelers zijn gebleven. Dus ja, je kan er ook voor zorgen dat Groningen volgend jaar weer richting Eredivisie gaat als ze er dit jaar uitvliegen. Ja, van PSV gaan we naar de volgende titelkandidaat die ook aan het swingen was. AZ. Ja. Hebben we al weken niet gezien. Mocht ook wel weer een keer, ja. wilde ik haast zeggen. Ja, en ook fijn voor Mijnans. Want zijn basisdebuut was niet zo heel lekker. En ja, nu waren eigenlijk ja, alles wat hem gebeurde, of alles wat hij deed, pakte goed uit. Zelfs nog een assist met zijn rechterbeen, ja. Die hij heel goed bij de tweede paal stift. Die goal, ook met rechts trouwens, best wel opvallend. Is ook een stukje opportunisme, dat je het gewoon probeert, in plaats van dat je eindeloos blijft breien. Dus ja, het is ook wel een speler die technisch vermogen wel combineert met een stukje opportunisme, een stukje loopvermogen. Dus wel een fijne speler om aan te kijken. Denk je dat hij past in het systeem van AZ? Ja, sowieso. Zelfs op twee posities. Rechts aan de buitenkant en op 10. Eigenlijk de plek van de Wit. Waarvan hij zelf ook zei dat hij echt een lopende 10, dat hij dat best wel goed kon invullen. Terwijl ik zie hem eigenlijk nog wel meer als een technische speler, maar hij kan het dus allebei. Wat vond je de mooiste goal? Want het waren echt mooie goals. Ja, toch die van Karlsson. Ja, was mooi, hè? Ik denk dat Pavlidis vanuit die hoek was ook lastig. Maar Karlsson, ik vind het heel knap hoe je die concentratie zeg maar behoudt en het zicht op de bal, terwijl er gewoon iemand voor je springt. Dat is het moeilijkste, denk ik. Het is ook bijna niet te verdedigen voor Horemans, want die bal valt net over hem heen. Alleen hij heeft blijkbaar nog steeds dat zicht op die bal. En om hem ook nog zo fantastisch binnen te schieten, dat vond ik echt de mooiste. Het deed mij ook een beetje denken aan, ik weet niet of je dat filmpje kent, van Cristiano Ronaldo. Dat ze voorzetten geven. En dan, voordat die voorzet wordt gegeven, doen ze het licht uit. En dan schiet Ronaldo die bal gewoon in de blind, schieten ze binnen. Hoe oud is het filmpje? Ja, toch gewoon, denk ik wel een jaar of 5 of zo. Maar, vijf. Oh, dan moet ik hem nog wel kennen. En moeten misschien even opzoeken en de link in de beschrijving zetten. Maar blijkbaar heb je dan zo'n concentratie dat je dan toch die bal zo kan binnenschieten. Dat vind ik echt mooi. Ja, in de tweede helft kon Excelsior de schade nog een beetje beperkt houden. Of lag dat meer aan AZ? Ja, lag ook wel aan AZ. Maar ik vond dat ook wel dat de omzetting die Excelsior deed. Seymour kwam erin. Die viel heel goed in. Ja, een hele jonge jongen. Een grote speler ook. Ook een speler met een heel mooi linkerbeen. Ja, en die zat er gewoon overal tussen. En dat is wel, ja, dat je als zo'n jonge speler dan in ieder geval ervoor kan zorgen dat het niet helemaal een afgang wordt. Dat vind ik wel mooi. En ik hoop eigenlijk dat we hem veel vaker gaan zien. Ja, en de enige waar ik ook nog van Excelsior altijd van kan genieten, als hij kan. Ja, dat is best wel gek dat hij ook in een wedstrijd waar ze met 5-0 afgaan, dat je gewoon een paar momenten hebt dat je kan zien dat hij een veel hoger niveau aan kan. Ja, daar ben ik dus echt heel erg benieuwd naar. Want Slot heeft afgelopen jaar echt gezegd, het is hem gewoon nog niet. Nou, dan ben ik echt benieuwd of hij nu naar een jaar Eredivisie volgend jaar kan aanhaken. Nou ja, als je kijkt naar wat er nu rondom gaat Feyenoord, dan weet ik het antwoord eigenlijk wel. Maar nee, ja, het zou me echt niet verbazen als hij volgend jaar gewoon bij Feyenoord speelt. Ja. Wat was voor jou de beste goal? Ook Karlsson? Ja, wel Karlsson. Ik vond de assist van Karlsson misschien nog wel mooier dan zijn goal. Ja. Buitenkantje rechts. Ja, en ook dat inlopen van Odegaard was echt super overtuigend. Dat was echt het waren oprecht bijna stuk voor stuk allemaal prachtige goals. Ja. Het swingde echt in de eerste helft. Een speler die ook swingde, misschien iets minder opvalt, waar jij misschien nog wat voor reclame voor wil maken. Tijani Reinders. Oh ja, zeker. Ja, anders was ik hem ook vergeten. Als jij die had genoemd. Ja, maar dat is ook zo. Omdat je kijkt natuurlijk heel veel naar doelpunten. En ja, als verdedigende middenvelder kun je niet zo makkelijk opvallen. Ja, behalve als je al die duels wint, dat je daardoor onklopbaar bent in de verdediging. Maar zo'n type speler is het natuurlijk niet. Maar ik vind hem aan de bal zo goed. Zowel vanuit die teruggetrokken positie, dat hij een beetje een soort Jordi Klaasie-achtige rol kan invullen. Als dat hij hoger op het veld staat en dat hij rondom de 16 van de tegenstander, heeft hij ook heel vaak de goede oplossing. Kan hij snel handelen. Hij komt ook best wel vaak voor de goal. Afronden nog niet altijd. Maar hij komt altijd in de positie. En dat is heel knap voor een speler die in principe een teruggetrokken rol speelt. Ja, en we moeten natuurlijk niet te enthousiast worden. Maar zou hij misschien wel degene kunnen zijn die Frenkie de Jong kan vergezellen? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, ik weet niet, als basisspeler durf ik nog niet te zeggen. Maar ik hoop echt dat hij bij de eerste selectie van Koeman zit. Omdat ook als je kijkt naar zijn concurrenten. Gravenberg speelt niet. Een beetje hetzelfde type speler. Alleen Reinders is hoog op het veld beter dan Gravenberg. En ja, Taylor heeft niet een fantastisch seizoen. Dus ja, als ik zou moeten kiezen, dan zou ik denk ik eerder Reinders selecteren. Ik ben ook benieuwd wat voor vervolgstap hij gaat maken, man. Want hij is niet de jongste meer. Hij is 24. 24, nou, ja. Mooie leeftijd. Maar ja, ik denk dat clubs ook geen hoofdprijs voor hem nu nog gaan betalen. Ja, weet ik niet. Ik bedoel, er zal ook vast wel wat interesse vanuit het buitenland zijn. Ik heb wel één club die ik nu al bij hem vind passen. Atalanta. Ja. Dat is een stukje gedachtenlezen. Ja, want we hebben niet vooraf besproken. Maar ja, dat zou ik inderdaad wel logisch vinden. In ieder geval dat niveau club ook. En die zijn ook niet te beroerd om flink te betalen. Voor een koopmijners was ook geen 21 meer. Dus ja, dat zou ik helemaal geen gekke transfer vinden. En als je kijkt naar de eredivisie. Ja, ik denk dat die bij elke club wel in principe het niveau zou aankunnen. Alleen is er niet overal plek. Ik denk alleen Ajax hem kan betalen. Ja, of PSV. Maar die, dat doen ze dan misschien met het geld van Sangaré. Maar waar gok jij op dat zij vragen dan aan zet? 15, 20 miljoen. Dat gaat PSV niet betalen, toch? Veel geld. Ja, ik zit te denken, als ze Sangaré verkopen, hebben ze geld genoeg. Alleen het zou juist een fantastisch duo zijn, die twee. En je hebt daar Veerman nog rondlopen. Dus ja, wat dat betreft is het allemaal niet heel logisch om hem in de Eredivisie nog een transfer te zien maken. Nou, genoeg over Tijani Reinders. We gaan even door naar de volgende wedstrijd. Namelijk Ajax-RKC. Het debuut van Heitinga in de Arena. Gek, hè? Ja, dat klinkt raar. Je hebt nu al gevoeld dat dit best wel lang weer zit. Maar, ja, het is nu al een klein maandje bijna, denk ik, toch? Ja. En het is nu voor het eerst in de Arena. Hij hoopt op veel spektakel vooraf. Dat had hij ook beloofd. Ja, niet het helemaal spektakel waar hij op gehoopt had. Nee, dat denk ik niet. En het is ook wel, gek genoeg, een enorm voordeel dat hij er nu zit in plaats van Schreuder. Want normaal gesproken breekt dan de 0-1 de pleuris uit. Zeker als het zo lang duurt voordat Ajax op gelijke hoogte komt. Maar ja, nu ging er eigenlijk van alles fout. Maar heb je nog steeds een beetje dat gevoel in het stadion ook van dat het goed gaat komen. En dat bleek ook wel in de tweede helft. En Nicky van ons, andere Nicky, die is er ook naartoe geweest. En die zei ook, die goals gaan nog wel vallen voor Ajax. En dat gebeurde ook. Ja, maar ik vond, de eerste helft was echt des Schreuders, een beetje zoals het toen ook ging. Eerste 10 minuten vond ik het nog oké, zeg maar, want dan konden ze nog wel een beetje de druk houden op RKC, dat als RKC eruit wilde komen, zeg maar, dat Ajax er wel genoeg terug had, maar ja, dat viel denk ik na een kwartier of zo viel dat al weg. Toen viel het elftal gewoon in 2 stukken uit elkaar. Ook omdat als het 1 keer fout gaat, dan gaan de achtermensen achteruit lopen en de voorste mensen bleven vooruit lopen. Nou, het was echt niet normaal welke gaten er tussen zaten. Lobete, die had een zee. Die had gewoon in 20 meter niemand om hem heen vaak. Nee, maar dat gold ook voor, dat is nog erger, voor Belhassani. Ja. Die ook het spel heel makkelijk kon verdelen. En dat gold ook nog voor Seuntjes. Ja, die hele tijd, kijk, in principe is het natuurlijk de tweede spits. Maar hij werd vaak niet opgepakt door Timber of Alvarez. Ja, en Taylor kan die vaak wel hebben in de duels. Dus hij had ook een keer aan het sprinten die Taylor makkelijk voorbij. En ja, dat is ook niet echt een rol waarin Taylor zou excelleren. Nee. Aan de bal was vanuit die positie prima. Ook omdat je niet echt onder druk komt staan van Seuntjes. Dus hij kon het spel prima verdelen. Alleen, verdedigend kwamen ze wel in de problemen. Alleen dat lag in mijn ogen nog meer aan Timber en Alvarez. Of eigenlijk aan het hele team. Dat het niet aansloot, zeg maar. Waardoor je er heel makkelijk doorheen kon spelen. En op het moment dat Alvarez in grote ruimtes kon spelen. Eigenlijk zijn beste wedstrijd was tegen Feyenoord. Want tegen Feyenoord werd dus een beetje teruggedrukt. Dus toen kon Alvarez meer vanuit positie spelen. En, en tegen Excelsior was dat heel matig in de omschakeling. Nou, tegen RKC eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Wat ik een andere bijzondere keuze vond, de opstelling was Conceição op links. Ja, vond ik eigenlijk niet zo heel bijzonder. Want het valkuil van Schreuder is ook geweest dat hij heel veel aan het schuiven is geweest. Ja, nu valt Bergwijn valt weg. Oké, Conceição is niet per se een speler die op links fantastisch uit de voeten kan. Maar op het moment dat hij Tadic aan de linkerkant had gezet en had Brobbey in de spits gezet, dan had je wel weer meteen moeten schuiven met Tadic. En dat, ja, ik denk dat het team daar ook wel een beetje klaar mee is nu. Ja, Heitinga greep wel in de rust. Was ook wel nodig natuurlijk. Haalde Klaassen en Conceição eraf voor de beste verdediger van de Eredivisie. Nou ja, die deed best aardig. Ja, de beste verdediger van Ajax in ieder geval, laten we maar zeggen. Ja. Zo werd hij omschreven door Heitinga. En Brobbey natuurlijk. Ja, ik vond het best wel een opvallende omzetting. Ook omdat je met een soort open linkerkant ging spelen. Berghuis naar rechts, twee spitsen, Kudus te kort achter. Wijnal aan die linkerkant gaan. Ja, echt best wel een mooie omzetting die ja, uiteindelijk... Ja, kan wel zeggen dat het resultaat hebben opgeleverd. Ja, er kwam in ieder geval wel meer aanvallende... Zeker, Berghuis op rechts, dat bracht echt wel een stuk meer gevaar. Ja, en ik moet zeggen dat de RKC, die kwam er nog wel een aantal momenten uit. Maar ze hadden in de eerste helft echt dat ze er van achteruit heel makkelijk onderuit konden voetballen. Ook met Van der Buijs. Onder andere Anita speelde heel goed. En in de tweede helft was dat net iets minder. Het is wel, ik vind die Seuntjes, ja, hoe die bal ook wel over Roelie heen legt. Je kan over het keeper kan je nog twijfelen, maar dat staat wel grote klas uit, hè? Ja, sowieso. Die 0-1 ook al. Ik wist al op het moment dat Lobeto die bal teruglegde. Ik telde hem al. Ja. Ik wist al dat hij binnen zou schieten. Dus eigenlijk te goed voor dit niveau. Maar ook wel heerlijk dat hij op dit niveau speelt. Zodat je van hem kan genieten. Zeker. En ik zat ook denken, voor Heitinga is het ook wel lekker. Hè? Dat je dan de rust 0-1 achter. Je maakt die wissels. Neem misschien wat risico. En nog geen 2 minuten later tikt Brobbey die bal binnen. Ja. Nee, wat dat betreft zijn zowel zijn... basisopstellingen als zijn omzettingen, daar kan ik heel weinig over zeggen. Terwijl bij Schreuder was het precies andersom. Die deed en zijn basisopstellingen goed en zijn wissels niet goed. Dus wat dat betreft is een enorme vooruitgang dat Heitinga er nu zit. Nee, en het duurde nog een hele tijd voordat de 2-1 viel. Was het eigenlijk een beetje hutsen-kluts-goal. Ja, je had ze niet op getraind, hè? Ik denk niet dat deze uitgerekend was. Een halve kopbal van Alvarez, een mislukte omhaal van Bessie en Timber die bal wel heel overtuigend binnenschiet. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ja, dat is echt een cruciale goal van Ajax. Ik had ook echt het idee dat daarna dat de remmen een beetje af was. Dat daarna een beetje opluchting. En toen gingen ze echt makkelijker voetballen. Feller druk vooruit zetten. Wel meer risico, maar op een goede manier nemen. Ja, ik denk dat het ook heel gemeespeeld als je ziet hoe die 3-1 tot stand komt. Zeg maar. Dat is eigenlijk een goal vol vertrouwen. Terwijl je net, nou wat was het, 75 minuten zonder vertrouwen hebt gespeeld. Ja. En dan... ja, na die 2-1 was het prima en nog een hele mooie goal om mee af te sluiten. Een mooie goal. Ja. Ik twijfel soms wel eens bij Kudus en dat is vaak ook omdat hij tactisch soms... Het is soms nog een beetje moeilijk ziet het eruit, maar hoe hij die bal inschiet bij die 3-1. Ja, en ook zo makkelijk. Hoe makkelijk die switch tussen rechtsbuiten en achter de spitsen, dat is ook wel een kwaliteit. Dan kan hij tactisch niet fantastisch zijn, maar hij is wel multi-inzetbaar en... Zeker in deze 2 rollen kan die denk ik ook wel af. Als ze hem nou weer in de spits gaan zetten, dat gaat toch niet gebeuren. Dus laten we het daar helemaal niet meer over hebben. Kunnen we nu zeggen dat het lek boven is? Nee. Wanneer is het lek boven? Ja, op het moment dat als het één geheel functioneert. Dus dat is wel druk zetten als het omschakelen, zeg maar. Als dat als één team gebeurt. En als je dan een keer aanvallend er niet doorheen komt, oké, weet je wel. Ja. Want... dat aan het begin, wat ze aan het begin deden, zeg maar... als ze dat gewoon vol kunnen houden, dus de tegenstander vastzetten... ja, dan komen die kansen vanzelf. En ze hadden ook in de eerste helft echt wel kunnen scoren. Dus dat is op zich het probleem niet. Alleen, ja, hoe het elftal nu nog uit elkaar kan vallen... zolang dat niet opgelost is, komen een paar hele moeilijke wedstrijden nog aan. Zelfs Union Berlin is daar zeker één van. En je hebt ernaar gekeken, dus hoe schat jij dit in? Nou, die staan sowieso met 6 mensen achter de bal. Dus daar kun je je lol wel tegenop. En die zijn ook gigantisch goed in het, gewoon in het benutten van kansen... dus wat dat betreft wordt dat een hele interessante wedstrijd voor Ajax en voor Heitinga. Wat mist er nu nog bij Ajax? Zeg maar, het veld valt snel uit elkaar, spelers komen... Ja, wat mist er nu echt nog? Is Taylor op 6 gewoon waar het misgaat vooral? Ik denk dat je er niet specifiek Taylor voor de schuld kan geven, zeg maar. Maar die combinatie Taylor met Timber en Alvarez en ver van de goal verdedigen, zeg maar... Ik denk dat dat gewoon een heel lastig verhaal gaat worden. Dus in sommige wedstrijden kan het waarschijnlijk wel. Alleen tegen zeker een team als RKC kom je daar gewoon niet meer weg. Ik ben ook benieuwd tegen Union Berlin. Een team wat wel een makkelijke middag had. Een soort van de angstgainer van de top 5. Of misschien de achtervolger van de top 4 meer. FC Twente. Ja. Die had een beetje is het bijna saai? Is een echte FC Twente middag was dit? Nee, ik vond het niet saai. Ze hebben wel saaiere wedstrijden gespeeld dit seizoen. En ze scoren echt 3 klassengoals in een hele korte periode. Dus wat dat betreft, en ze hadden 1 aanvaljongen en net binnen het half uur. Nou, dat was echt geweldig. Dat is denk ik een van de beste aanvallen van dit seizoen. Er kwam geen goal uit, maar dat was prachtig om naar te kijken. Dus ja, wat dat betreft, Twente heeft gewoon een heel goed niveau. En die kunnen zichzelf echt voor hun kop slaan. Dat ze uit die toppers bijna geen resultaat hebben gehaald als van PSV. Qua overwinningen dan. En ja, dat ze de eerste keer bij Volendam hebben verloren, daar zijn ze denk ik nu nog steeds doodziek van. Want als je van dit elftal kan verliezen, dat is echt niet te doen. Nee, maar ik bedoel met een saaie middag, een typische Twente middag, niet per se dat het slecht was of dat het saai was. Maar dit is gewoon wat Twente doet. Ja, maar dit hebben ze eigenlijk te weinig gedaan in de laatste weken. Want volgens mij hebben ze van de laatste 9 of zo, hebben ze dan 3 gewonnen en 6 gelijk gespeeld. En ze hadden eigenlijk meer van dit soort, noem het maar even, saaie overwinningen moeten hebben. Of makkelijk overwinnen, laat ik het zo noemen. Ja, dan hadden ze er nu veel beter voor gestaan. En ja, ze hebben voldoende kwaliteit om dit soort elftallen makkelijk aan de kant te zetten. Dus ja, het is jammer dat dat niet altijd gebeurd is dit seizoen. Ja, laten we even naar de goals gaan. De 1-0 was van Brenet, maar ik denk mooier dan de goal. Ja, maar Prupper legde hem wel even lekker neer van achteruit. Ja, en het afronden van Brenet was ook nog prima. Dat snelle handel aan het einde. Ik moet wel zeggen dat Volendam, dat dit echt de minste wedstrijd van, ik denk wel dit kalenderjaar was van Volendam. Want normaal gesproken staan ze goed en geven ze weinig weg. En nu gaven ze eigenlijk alles weg op basis van individuele fouten. Dus in 15 minuten. Ja, geen druk op de bal bij die 1-0. De 2-0 wordt zo ingeleverd. Ja, maar bij de 1-0 nog, Brenet loopt zo tussen Merkin en Flint door. Ja, heel raar. Bij die 3-0 was het volgens mij dat Mbuyamba niet eens meespringt met Prupper. Nou, die 2-0 leveren ze zo in, dus het was echt een foutenfestival. Ja, en net ik denk een uurtje voordat we gingen opnemen, kwam er het breaking news. Ja. Jans en Schreuder trekken aan het eind van het seizoen. Ja, zit ook al aan elkaar gekoppeld, denk ik. Als Schreuder was gebleven, was Jans 100% gebleven, had hij ook eigenlijk al aangegeven. Ik had ook gehoopt dat dat zou gebeuren. Ook omdat Twente dan over lange termijn nog stabiliteit zou hebben, dat je misschien een brugging zou kunnen inwerken. Maar het lijkt er nu op. Ja, misschien dat toch Schreuder nog wat bij de achtergrond kan gaan doen, maar ja, Jans gaat sowieso weg. Dus, is dat een groot verlies? Ja, dat is zeker een groot verlies. Schat jij hem echt hoog in als trainer? Ik schat hem zo in dat je in ieder geval het maximale uit het materiaal kan halen. Of in ieder geval genoeg uit het materiaal kan halen. Laat ik het zo zeggen. Het is geen Erik ten Hag. Nee. Maar het is ook geen trainer die een ploeg minder laat functioneren. Nee, maar ik hoorde ook veel bij Twente-fans. Ik kan een beetje Twitter en andere social media afgaan. Dat is nog best wel veel kritiek op Jans. Ja, maar dat is ook wel een beetje Twente, toch? Ja. En er is ook wel wat te zeuren over Twente in de zin van, dat was natuurlijk een hele tijd een discussie van Flap en Stijn. Nou, daar ging het meestal om. Ze hebben best wel veel concurrentie op de vleugelposities, zeg maar. Dus daar kun je best wel over discussiëren. Alleen, ik denk dat Twente gewoon een hele stabiele, goede ploeg is geweest dit seizoen. En ook in het verleden heeft Jans ook goede resultaten gehaald met Twente. Dus ja, ik zie het probleem niet zo eigenlijk. Nee, en als jij dan even je geheugen even in moet spitten, heb je er nog één voor het oog? Poeh, nee man, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik denk dat dit ook wel weer een kwestie is van wie zet je neer als technisch directeur. Want een deel van het succes is ook wel Jan Strooij die deze selectie heeft neergezet. Dus ja, heel interessant. Ja, wat ik vooral interessant vind is dat natuurlijk Arnold Brugging was in beeld om die functie, of rond die functie, in ieder geval in die functie te gaan werken. Het lijkt me niet gevaarlijk om nu van Jan Strooij, 71 jaar... bak aan ervaring, kent de voetbalwereld, naar Arnold Brugging te gaan. Ja, dan moet je er haast iemand naast gaan zetten die wel die ervaring heeft. Maar ja, dat had dus eigenlijk Strooien moeten zijn. Ja. En misschien dat ze nog zo'n constructie kunnen bedenken hoor. Maar dan, ja, ik weet het niet. Het is best opvallend dat het zo gaat. Heel erg zonde voor Twente. Wij gaan lekker door naar de volgende wedstrijd. Dat is namelijk Sparta tegen Go Ahead Eagles. De lunchwedstrijd. Ja, de soort Europese wedstrijd voor Go Ahead. En die moesten natuurlijk donderdag nog laat spelen. Ja. Daar had Haak ook wel wat kritiek op. Maar ik moet eerlijk zeggen dat, ondanks de vele afwezigen, dat ze ja, toch 90 minuten... Ja, niet de mindere zijn geweest. Nou, ze waren wel de mindere, maar ze hebben wel genoeg gedaan om het hele tijd in die wedstrijd te blijven en tot op het einde nog kans te houden op resultaat. Ja, zeker. Ze misten Edvardsen, Willemsson, Lanzana. Ze misten echt heel veel spelers. Ja, dit zijn voor mij eigenlijk sowieso 3 van de beste 4 spelers denk ik, van Go Ahead. Ja, ik lees net ook even hier. Sparta 37 punten nu uit 21 duels. Ja. Dat is al 2 punten meer dan vorig seizoen. Ja, ze hebben het geweldig gedaan. Ze hebben ook wel een hele goede selectie. Dus dat was denk ik ook vandaag een beetje het verschil tussen Sparta en Go Ahead. Want ik vond dat Go Ahead het ook met al die vervangers eigenlijk prima invulden. Ja. Alleen ja, ze hebben gewoon niet genoeg kwaliteit om bijvoorbeeld Ja, die duels achterin laten winnen. Amova had heel veel moeite met Lauritsen. Dat is ook niet gek, hè? Iedereen heeft veel moeite met Lauritsen. Ze wint de meeste duels in de Eredivisie, toch? Nee, dat klopt. Ja. Dus wat dat betreft is het ook gewoon lastig om hem uit te schakelen. En daar slaagden ze gewoon niet in. En op het moment dat die 1-1 valt, denk je... Nou, van Eagles kan hier wel een resultaat halen. Ja, daar was Lauritsen net even iets te goed voor. Ja, als we eerst even teruggaan naar de 1-0. Daar komt de bal van een van mijn oogappeltjes van dit Eredivisie seizoen. Nou. Hij had eigenlijk een stukje zuidelijker moeten spelen een jaar eerder al. Oh, ja, zeker. Ja, ja, echt leuk spelen. Ik geniet daar echt van. Toen hij Feyenoord geïnteresseerd was het jaar daarvoor, had ik al veel dingen gezien en het zag allemaal leuk uit. Wel, welk niveau moet je dan denken. Maar wat hij nu bij Sparta liet zien, hij heeft in het begin nog wel veel tussen bank en baas ingezeten. Maar hij heeft zich nu echt in de baas gespeeld. En dit was dan gewoon een goede voorzet. Goed ingetikt door Van Krooi. Maar ja, knap dat Sparta dat soort spelers nu kan halen, echt. Ja, sowieso. Eigenlijk, gek genoeg, als je nu terugkijkt, als hij naar Feyenoord was gegaan, was dat een hele bruikbare speler geweest. Dan was het voor de opvolging van Arsen. Stel, zeker als hij eerder was gekomen en had nog een tijd gehad om zich aan te passen, ja, dan was het best wel een interessante speler geweest voor Feyenoord. En nu voor Sparta is hij eigenlijk, ja, als je één speler eruit moet pikken die te goed is, ja, zeker nu Mijnans weg is, is het absoluut Kitolano. Te goed weet ik niet. Ja, is dit misschien niet het niveau waar Sparta is van oudsher, best een grote club, best wel in het niet-subtop van Nederland. Denk je dat ze daar niet horen? Nou, het zou heel fijn zijn als Sparta structureel op dit niveau kan spelen, maar daar hebben ze de selectie nog niet echt voor. Het bestaat nog steeds, de kern bestaat nog steeds uit heel veel spelers die er ook vorig seizoen waren. Zeker met Vriends die nu niet speelt, maar Vriends, Ouwesar, Pinto, Abel stond er nu weer in. Dus ja, er zijn best wel veel spelers die ze al hadden. Van Krooi was er al natuurlijk. Maar er zijn gewoon een aantal hele goede spelers bijgekomen. En dat heeft ze denk ik deze push gegeven. Ja, als we even naar Abels gaan. Die had nog wel een discutabel moment. Met Adekanje. Ja, ik vind het eigenlijk haast niet eens discutabel. Het is, voor mij is het gewoon een penalty. Alleen, ja, het moeilijke eraan vind ik dat Adekanje maakte zichzelf, volgens mij... En Kodikos daarmee moeilijk door te gaan rollen en aan zijn enkel of zo te gaan zitten. Terwijl, daar wordt hij helemaal niet geraakt. Hij heeft daar sowieso een handje van. En misschien beïnvloedt het de scheidsrechter op een verkeerde manier, zeg maar. Dat hij denkt van, ja, oké, je wordt geraakt, maar zeker niet aan je enkel. Dus ik laat gewoon doorspelen. Ja, maar dan moet je als scheidsrechter toch gewoon zeggen, ga even naar de zijkant. Ga even kijken. Dat is ook zo. Het is nog steeds een foute beslissing. Alleen ik denk gewoon niet dat het slim is om op die manier ermee om te gaan. En dat je daardoor misschien de scheidsrechter eigenlijk een zetje in de verkeerde richting geeft. Dan nog steeds fout van Manschot, fout van de VAR. Ja. En Manschot gaf hem ook nog niet toe. Die zei iets van... hij werd geraakt of zo tegen zijn standbeen en niet tegen het been dat zwaaide en daardoor was het geen penalty of zo. Nou, ik vond het een flauwekul uitleg. Maar het is wel ook weer bepalend in deze wedstrijd. Ja, natuurlijk. Het is wel zo lullig dat we heel de week in de beker, zeker bij het NEC, rode kaart geseponeerd. Nou, er zijn vast wel meer momenten geweest dat de VAR er niet was. En dat we daar kritisch op waren. Ja, dan is hij er wel. En dan doen we ook niks. En dan gebeurt er ook niks. Nee, je weet natuurlijk niet of het invloed had echt op de uitslag. In dit geval wint Sparta verdiend. Maar ja, ik kan me voorstellen dat de Eagles zeker na donderdag er toch wel een heel zuur gevoel aan overhoudt. Ja, sowieso. En ik moet over scheidsrechters. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Maar zo voel ik het een beetje dat de laatste weken dat de scheidsrechters geen... Ze trekken elkaar een beetje mee in de moeras, lijkt het een beetje. Maar ja. Nee, ik moet zeggen dat ik vind sowieso dat er eigenlijk maar... 2 topscheidsrechters zijn in Nederland. Waarvan de één ook altijd best wel vaak bekritiseerd wordt. Kijk, Makkely is een topscheidsrechter. Dit is ook niet een heel sterk seizoen, maar nog wel de beste. Ja, ik vind Guzebuju in principe een hele goede scheidsrechter. Alleen die heeft ook wel een paar hele gekke fouten gemaakt. Dus ja, daar zullen ook heel veel mensen een hekel aan hebben. Ja, ja, klopt. Genoeg over scheidsrechters. We gaan weer even lekker door met de Eredivisie. Een uitstapje naar... Nou, wat zeg ik? Inmiddels het linker rijtje van de Eredivisie of grensrechter rijtje, Fortuna Sittard. Ja, dus kunnen we omhoog kijken. Ja, Emma Fortuna. Prachtig eerbetoon, moet ik eerst even zeggen. Ja, dit is ook een van de redenen dat deze wedstrijd nu al aan bod komt. Want dat was emotioneel gezien een van de zwaarste en mooiste wedstrijden van dit weekend. Ook omdat Fortuna natuurlijk een enorme Turkse enclave heeft. Niet alleen in de top, maar ook op het veld. En Erdogan stond nu ook nog in de basis als rechtsback. Özyakup speelde natuurlijk. Yilmaz speelt. Ja, daar zit zo'n emotionele lading op. En ja, ik had vooraf eigenlijk het idee van... het is misschien best wel moeilijk voor de jongens om te presteren. Denk je dat? Nou, dat zie je ook wel eens als er iets heel heftigs is gebeurd. Zeg maar, dat het best wel lastig is voor die gasten. Alleen het tegendeel gebeurde. En ze namen het team juist op sleeptouw. Juist Erdogan en juist Özcan met die goal. Ja, nou ja, buiten dat ze op sleeptouw, ik moet zeggen. Begin van de wedstrijd was het wel, vooral Emmen? Ja, het was sowieso. Ik bedoel, heel gelijkwaardige eerste helft. Met de beste kansen eigenlijk nog voor Emmen. Ja, die van, allebei. Ja, aan beide kanten twee goede kansen. En Emmen vond ik over de eerste helft nog net iets beter dan Fortuna. En die bal van Antonis, dat is echt ongelooflijk dat hij niet ingaat. Het is wel vervelend. Ja, ik denk dat het vreselijk is. Je mag in de basis staan, de buurt gelegen van PSV. Ja, het is ook een positie waar je niet in wil zitten. Want hij komt net van jong PSV. Ja. Het is niet een erkende goalgetter of zo. Je moet eigenlijk voor een, we kunnen wel zeggen, degradatiekandidaat moet je het verschil gaan maken. En dan is dit net niet wat je kan gebruiken. En ik heb ook het idee dat hij hem nog te veel wil schieten. Terwijl hij hoeft er alleen tegenaan te lopen. Ja. Maar ja, goed. Een heel ongelukkig moment voor Emmen. En uiteindelijk ook bepalend voor de uitslag. Al moet ik zeggen, ja... Kritiek na afloop was ook niet mals, ook niet van Lukien zelf. Nee. Kieft is nog in de kleedkamer geweest om de groep toe te spreken dat dit echt niet zo kon. Want de tweede helft was echt zwaar ondermaats. En je ziet ook wel dat Fortuna nu voor de tweede keer in een degradatieduel, deze tegen Cambuur ook, was de eerste helft ook niet fantastisch. En de tweede helft nemen ze de wedstrijd volledig in handen en ze halen het resultaat eruit. Dus super knap. Ze doen daar wel iets goed. En wij maken hem echt vaak belachelijk. Maar ik zag net een tweetje toevallig. Ja. 15 wedstrijden sinds hij in dienst is. 5e plek voor Fortuna Sittard. Ja, qua resultaten doet dit fantastisch. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje moeilijk om een coach die zo tekeer gaat langs de lijn om die serieus te nemen. Aan de andere kant, het is ook geen toeval dat je voor de tweede keer in zo'n duel in de tweede helft zo doorkomt en zo je team naar een overwinning kan leiden. Dus ja, wat dat betreft doet dit hartstikke goed. Ik denk niet dat het alleen te maken heeft met de trainer. Het heeft natuurlijk ook wel te maken met op het moment dat iedereen vermoeid wordt, dan gaat natuurlijk individuele kwaliteit gaat wel omhoog drijven. En als je dan de jongens als Boerdak Yilmaz, Özcan, Cordoba, Embalo, noem het allemaal maar op, hebt lopen. Ja, dat was deze keer wel zo. Ik moet zeggen, tegen Cambuur draaiden ze de wedstrijd echt wel om. Dus dat is wel een beetje verschil met gisteren inderdaad. Maar hij heeft ontegenzeggelijk een verschil gemaakt ten opzichte van het begin van het seizoen. Ja. En ja, ook al heb je veel individuele kwaliteit, het kan ook nog helemaal uit elkaar vallen. Maar dat gebeurt de laatste weken zeker niet. Nee, terwijl ik nog steeds geen idee heb wat nou het spel van... Er zit nog steeds niet superveel lijn in. Maar het vecht wel voor elkaar. En Ja, het is niet heel ingewikkeld tactisch of zo. Nee. En het is degelijk en het is afhankelijk van een aantal spelers. En dat deze was wel knap hoor. Ja, heel lekker ingeschoten. Het was echt niet zo makkelijk hoor. Nee, vanuit die hoek die bal zo goed plaatsen, zeg maar, zo rustig. Toch weer een stukje van die kwaliteit van Özcan. Maar we zijn allebei fan, dat weet ik. Dus, moest het dan toch een beetje zo zijn voor hem? Toch mooi. Ja, eigenlijk wel. Ondanks dat hij in de afloop natuurlijk zelf zei dat het niet ging om de goal en niet ging om het resultaat. Ja. Maar dat hij eigenlijk alleen bezig was met Turkije. En wat dat betreft goed dat die Giro 5x5 actie, dat ze dat op die shirts hadden staan. En dat daar eigenlijk de meeste aandacht naar uitgaat. Zeker. Pas na de 0-1 kwam Emmen weer een beetje aan voetballen toe. Ja, het was net alsof ze toen nog weer een beetje wakker werden en nog wat kansjes bij elkaar voetballen. Maar ja, ook niet de grootste kansen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog aan één moment gestoord van Emmen. Kezea Veendorp. Die actie op verraad, die met dat hoge been. Mag je wel rood voor krijgen. Ja, daar kan ik zo slecht tegen, jongen. Ik heb daar zelf ook altijd moeite mee als ik dat zie. We hebben het in de zaal ook wel eens gehad, zeg maar, dat iemand zonder te kijken, zeg maar, probeert een bal uit de lucht te halen. Nou, dat is gewoon onkunde. Nou, ja, maar dat is gewoon... Ik heb er ervaring mee. Ja? Ik heb ook wel eens een bal willen koppen en iemand anders wilde hem schieten. Het kan ook gewoon zijn dat ze jou wilden raken. Ja. Daar moet je ook rekening mee houden. Zou ik ze wel gelijk in geven. Ja, nee, maar ik denk echt dat dit is absoluut geen bewustzijn of zo. Alleen je moet als speler moet je bewust zijn van welk risico je neemt als je met je benen de lucht in gaat. En spelers die, zeker van een minder niveau, die hebben daar gewoon moeite mee. En dat was nu volgens mij ook weer zo. Ja, klopt. We gaan lekker door met Vitesse Utrecht. Het ging heel erg goed met de ploeg van Silberbauer. Ja, ik heb ze te veel veer in de reet. Ik zeg, ze waren er helemaal bovenop. Ze zitten goed in de energie, maar... Je zit de laatste tijd zo lekker in. Met iedereen waarvan jij zegt, die speelt goed. Die gaat goed. Nee, maar, ik ga nu gewoon even een paar excuses zoeken. Ja. Ze zaten gezamenlijk met z'n drie op de tribune. Mooi naast elkaar. Bero. Kozlowski. Ja, Kozlowski en Prupper inderdaad. Dat zijn ook... Of nee, ja, Tronstad zat er trouwens bij. Die ontbreekt al een aantal weken. Volgens mij was Kozlowski ziek, die was er helemaal niet bij. Dus het middenveld was wel vervangen. Dat was bij Vitesse natuurlijk. Dus eigenlijk is het des te knapper dat Utrecht zo in de wedstrijd bleef. Ik moet zeggen, een hele saaie eerste helft. Was een van de kandidaten om als laatste vandaag besproken te worden. Maar hij heeft het nog net gehaald. Ja, omdat er te veel gebeurde. Zeker qua scheidsrechtelijke beslissingen. Je hebt al het moment met Oros, die eigenlijk... Ja, als die Boet raakt en of Boet valt, dan is het waarschijnlijk rood. Nu gaat hij door, scoort Boet niet en blijft Oros er staan. Ja. Vitesse claimde een handsbal van Kluivert, maar die ging via zijn dijbeen. En daarna had je dus de echte rode kaart van Arcus. Wel na ingreep van de VAR. Is wel rood. Ja, man. Dit was wel eentje, dat had je in principe ook wel mogen zien, dit. Ja, de manier waarop die inkomt. En dat sowieso. Nou vind ik het nog niet zo erg als je eigenlijk geel geeft voor dit soort dingen. En dan eigenlijk misschien wacht op de VAR. Ja. In Engeland doen ze dat meer, hè? Daar wachten ze wel vaker met beslissingen nemen. Ja, kan een beetje twee kanten opvallen. Maar ja, als je het misschien niet 100% goed gezien hebt... dan kan dit een overweging zijn om het op deze manier te doen. Maar er kwam echt wel heel naar aan bij Van der Streep. Ja, maar wat jij zei net bij Veendorp... dat heeft ook misschien een beetje met een soort van... niet intelligentie, maar een soort van om je heen kijken. Dit is 100% onkunde, dit. Oh, maar die Arcus heb ik sowieso niet heel hoog in mijn... Ze zitten qua voetbalintelligentie... Hij heeft veel energie en hij heeft veel aanvallende drang. En zeker de laatste weken, sinds Cocu, heeft hij wel echt een stijgende lijn te pakken. Nog steeds niet dat het de beste voetballer is of dat hij echt het spel moet maken. Ja, ik vind het fijn dat hij schuldbewust is. Dus hij bood zijn excuses aan en gaat rustig van het veld af. Het is niet dat hij als een idioot tekeer ging. Dus hij besefte wat hij had gedaan en dat vind ik in dit geval een hele plus zeg maar, voor zo'n speler. Ja, en dan denk je rode kaart... Silberbouwer kan weer 3 punten meenemen. Ja. Die kan weer doorgaan. Nee, dacht ik serieus. Ook omdat... ik zat zelfs al een beetje naar de stand te kijken. Omdat Vitesse natuurlijk vorige week de wedstrijd al uit handen had gegeven. En dat ik dacht van nou, als ze deze nou ook nog verliezen... dan moet je weer naar beneden gaan kijken. Ja, wat dat betreft eigenlijk heel gek hoe het laatste deel van die wedstrijd verloopt. Je hebt één kans van der Streek. Die haalt Oras heel knap van de lijn. Maar voor de rest... Vitesse was heel gevaarlijk met die uitbraken. Zeker. En dat zegt denk ik ook wel wat over de verdediging van Utrecht. Ja, maar ik moet ook... oprecht zeggen, iemand die van mij echt weinig credits krijgt is Philippe Cocu. Kijk, we vinden het allemaal leuk als we een beetje bijzondere trainers hebben uit andere landen of met speciale ideeën. En Cocu is misschien toch een beetje een bekende naam. Maar als je kijkt wat hij toch voor elkaar heeft gekregen, zeker met, kijk wie die mist allemaal. Nee, absoluut. Ja, het is eigenlijk, of het een toptrainer is, weet ik niet. Maar het is wel een trainer die er bij PSV ook al het maximale uithaalde. En eigenlijk is het echt heel knap dat Vitesse hem heeft beter binnen te halen. Hij heeft een paar slechte avonturen gehad. Ja. Dus hij moet zichzelf ook weer bewijzen. Maar dat doet hij absoluut. Zeker. Een speler waar ik echt van geniet. Melvin Manhoef maakte de 1-0. Prachtige goal. Melvin is een paar, hè? Million. Million Manhoef. Met Melvin. Ik weet niet eens zeker of ze een paar Melvin heeft. Maar in ieder geval... Ik moet die naam gehoord hebben. Ja. Goed, Manhoef maakte de 1-0. Ja, en ook best wel een knappe goal vanuit die situatie. Want op een gegeven moment... Hij stond stil. Ja, dat ook. Moment. En hij moest eerst Van de Hoorn aan de kant zetten. Ja, eerst trouwens verliest... Kluivert gaat al slap dat duel en aan de zijkant. Maar goed, Van de Hoorn laat zich nog makkelijker wegzetten. En Van der Marel rekent er waarschijnlijk nooit op... dat Manhoef vanuit die positie de bal met links gaat schieten. En ik vond het best wel opvallend dat hij erin ging. En dat was ook nog zo goed ingeschoten dat Barkas ook nog verrast was. Ja, ik krijg inderdaad nu wel het is Milian Manhoef, dus mijn fout. Sowieso dit seizoen, hij is echt doorgebroken nu. Een beetje overal nergens gestaan bij Vitesse. Heeft nu al echt een leuke positie te pakken. Ja, zelfs aan het begin van het seizoen, ook toen stond hij heel veel voorin. Maar toen was het toch echt nog wel een beetje zoeken. En toen kwam hij juist, heel los van Feyenoord, kwam hij best wel veel in posities waaruit hij niet wist te scoren. En ik heb het idee dat hij daar veel rustiger in is geworden. Want tegen Ajax deed hij het ook hartstikke goed. Hij heeft nu gescoord tegen Ajax. Hij heeft gescoord tegen Feyenoord. Hij heeft gescoord tegen Utrecht en tegen Heerenveen. Dus het is ook niet tegen de kleintjes dat hij laat zich echt zien. Ja. Is hij interessant voor top 5? Nee, nog niet. Nee, ik vind hem echt goed, man. Ja, maar hij moet toch wel eerst even zijn plek weten te vinden. Van waar moet hij staan? Waar komt hij het beste tot zijn recht? En kijk, hij was altijd een wingback. Hij heeft zelfs aan de linkerkant vooral gestaan. En hij heeft op rechts gestaan af en toe. En nu staat hij veel voorin. Ik heb eerlijk gezegd, vind ik het nog steeds moeilijk om te zien van waar hij nu het beste tot zijn recht komt. Ja, ik denk als je hem nu koopt, kan je hem nog betalen. Is hij nog zeer goed betaalbaar. En als ik nou vanuit mijn perspectief denk, Ik denk dat hij bij Feyenoord als rechte vleugelverdediger... Ik heb vandaag zoveel vleugelverdedigers gezien die beter zijn dan Pedersen. Dat is ook niet zo moeilijk. Nee, dat is waar. Ja, nou ja, daar hoeven we al niet eens Mo van Ewijk te hebben. Daar hebben we het wel vaker over gehad. Ja. Maar ja, het zou inderdaad best wel een interessante speler kunnen zijn. Zeker onder een trainer die hem verder kan ontwikkelen. Zeker. Maar je kunt hem niet bij een team neerzetten dat volgend jaar dat hij basisspeler moet zijn in de Champions League of zo. Dat zou echt nergens op slaan. Dus nee, klopt. Dan zou dit wel een ontwikkelprojectje zijn. Zeker. Het ging bij Utrecht wel van kwaad tot erger. Ja. Want Witek maakte kort voor tijd nog de 2-0. Ja, slecht uitgekomen door de Barkas trouwens. Ik vind dat hij een heel goed seizoen keept. Alleen in dit geval, als hij blijft staan, dan kan Kluivert nog terugkomen naar het duel. Hij moet nog ver. Witek komt best wel aan de zijkant uit. En hij maakt nu eigenlijk voor Witek de keuze door uit te komen. En dat was een zwak moment. Alleen ja, voor de score had het waarschijnlijk toch niet zo heel veel uitgemaakt. En voor Utrecht vond ik het eigenlijk nog storender dat Toornstra pakt ook nog een gele kaart. Ja. Richting volgende week ook nog geschorst. PSV thuis. Dat is ook geen wedstrijd die je wil missen. Dus, en zeker niet iemand met zijn ervaring. Nee, dus dat is voor Utrecht wel echt een extra domper nog. Ik vind het wel een heel mooi koppeltje hoor. Bosdogan en Toornstra. Ja, 100%. Ja, Bosdogan echt ook nu weer een paar dingen van gezien die heel tof waren. Dus dat is wel echt een revelatie van dit seizoen. Je moet ze sowieso kopen, toch? Of ze hebben toch een afkoopsom? Ja, dat schijnt, tenminste, maar er is een beetje onduidelijk uit over de hoogte van die afkoopsom. Het zou 2,1 miljoen zijn, dus het staat op de transfermarkt. En clubwatcher van Utrecht, van VI, Stef de Bond, die zei dat het bedrag veel lager lag. Dus, nou ja, voor 2 miljoen zou ik hem al halen. Laat staan als die minder kost. Dus, zeker. Dan gaan we naar de laatste wedstrijd van het speelweekend. En die gaan we binnen een minuut proberen te houden. En kan dat als we het gaan hebben over een prij? Over een prij? Nijmegen away was het verhaal. En ik heb er nog nooit zoiets gezien op het voetbalveld. Ik zag eerst een tweetje voorbij komen van Raymond Boerengaat. Er wordt hier een prij op het veld gegooid. En die wist dus ook niet waar het verhaal vandaan kwam. Dus hij zei ook van, weet iemand hoe dit in elkaar zit? En daarna verschenen er al snel foto's van Cambuur supporters, waaronder van Wessel Heijtens. Dat ze gewoon in de bus hadden ze preien meegenomen, omdat het prij mega away was. Ja, ik weet niet hoe jij zit met woordgrappen. Dit is wel echt tegen het flauwe aan. Maar als je dan toch wat op het veld moet gooien... Ik moet zeggen, als Koert Westerman ze maakt, vind ik ze heel leuk. Ja, dus het is eigenlijk een beetje een KKD-grap dit. Eigenlijk is het een gevaarlijk Cambuur. Als je met KKD-grappen gaan beginnen... Dan... Het was niet alleen een grap van KKD-niveau. Nou, het is ook misschien hard om te zeggen dat het een wedstrijd van KKD-niveau was. Maar... Poeh, nou, ik heb er niet van genoten in ieder geval. Nee, dat snap ik. Dat is duidelijk. Ja, als je puur de samenvatting gaat kijken en je ziet de kansen van NEC, denk je, nou ja, best wel een leuke wedstrijd, weet je wel. NEC voldoende kansen gehad. Nou, Cambuur, Ruiter had een goede dag. Vorige week helemaal af. Even, ik trek het boetekleed aan. Ja, ik heb vorige week nog een beetje geprobeerd te verdedigen. En dat was op basis van de wedstrijd van vorige week misschien niet heel terecht. Maar hij heeft in de andere wedstrijden dan wel net wat rust gebracht. Nu de tweede keer de 0. Ja, en dan gewoon een paar prima reddingen. Dus wat dat betreft een verdiend punt voor hem eigenlijk van Cambuur. Alleen, ja, ik vond NEC eigenlijk ook niet overtuigend. Nee, helemaal niet. Tanane zat zich weer in alles en niets te ergeren. Ja. Ja, ik ben er eigenlijk... Ja, goed, dat was ik een aantal weken geleden al toen hij ook weer dat soort momenten had. Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ook dat hij dan na afloop gaat hij dan heel erg tekeer tegen Bangura. Terwijl ik denk, ja, waarom zou je in godsnaam aan deze zijkant überhaupt dat risico nemen om een gele kaart te pakken? Maar... Ja, het wordt bij hem wel steeds meer van het ligt nooit aan mij en iedereen... Het wordt vervelend. Ja, ik vind het echt vervelend worden. En dat, je hebt ook het idee dat het niet meer anders gaat worden. En ik vind het prima als spelers uitgesproken zijn. Alleen, ja, bij hem is echt nul zelfreflectie. Nee. En dat gaat op een gegeven moment gaat dat wel irriteren. Ondanks dat volgens mij, iedereen fan van hem is van zijn voetballende kwaliteiten. Ja, zeker. Een ander opvallend momentje nog misschien, het laatste. Sander... Had je rood kunnen geven? Ja, had hij, was een beetje een twijfel, een gevalletje. Is dat dan ook niet zo'n geval waar hij gewoon moet gaan kijken? Ja, vind ik wel. En had hij alsnog kunnen beslissen om het bij geel te laten. Maar dat had allebei kunnen zijn. Ik dacht trouwens dat je naar dat momentje van Balk ertoe wilde. Maar die zat helemaal aan het einde, zat zelfs niet in de samenvatting. Echt de hele wedstrijd heeft Cambuur op dat moment gewacht. Want ze hebben gewoon verdedigd, ze hebben geprobeerd 0 te houden en op de counter wat te forceren. Het lukte eigenlijk niet zoveel. En op laatst zijn ze met 4 tegen 2 zijn ze eruit. En denk Balk vanuit de hoek, nou laat ik zelf maar schieten. En dan gewoon echt op de keeper. Ja, sorry, ik zou als trainer helemaal gek worden op dat moment. Maar goed. Ik doe het bij de amateurs ook wel eens. Dan wordt die, ja, dat is ook dat je gek wordt. Ik kom niet eens in de positie, dus wat dat betreft... Ja, mooi. Dat is een mooie afsluiting van het weekend. We gaan nu lekker door naar de nominaties. Grote spelers, hete kolen. Ja. Heb je erover nagedacht zelf? Poeh. Ik heb misschien wat ideetjes voor je. Nou, dat is heel graag. Want ik moet altijd even over nadenken. Dit is degene waar ik het minst over nadenk, volgens mij. Zo komt Ivo Nieborg met Manhoef. Mm-hmm. Mooie keuze. Of Bob van der Laan met Mijnans. Brian met de sponsoren van PSV. Mm-hmm. Ik vind er wel een paar mooie tussen zitten. Ook een goede keuze. Julio Velasquez is volgens mij ook, wel, is ook wel genoemd. Dus ik zit toch even heel goed na te denken. Ja, ik wil eigenlijk wel iets uit de topwedstrijd. Of nee, ja, ik hou het bij Usjakoub. Ja, mooi. Vanwege de goal, interview achteraf, de prioriteiten, het gebaar met het shirt. Ja. Of prioriteiten gewoon na afloop goed kunnen verwoorden, zeg maar. Dat de wedstrijd even niet belangrijk is, dat zijn goal niet belangrijk is. Dat deed hij hartstikke mooi. Dus ja, wat mij betreft is het eigenlijk toch wel een makkelijke keuze. Ja, ik ga misschien voor een iets minder voor de hand liggende keuze. Niet alleen dat hij goed speelde, maar... ik ga voor Karlsson. Ook voor het, omdat ik vind hem na zijn blessure nog niet helemaal het niveau halen wat hij daarvoor had. Het is niet zo constant. Nee. En wat hij nu liet zien was echt weer fantastisch. En ik hoop dat hij dat vast kan houden. Ja. Dus het is meer gewoon een steuntje in de rug. Ja. Want ik vind het zo'n prachtig... Ja, ik geniet echt... dat soort voetbal als Karlsson, dat gaat mij echt aan het hart. Daar hou ik van. Als we van hem ooit een highlight reel gaan maken, dat is echt niet normaal. Nee. Maar ja, goed, hij moet het over hele wedstrijden laten zien. En ik hoop dat hij weer op die weg is. Ja, dus dat is mijn nominatie. Dan gaan we naar de hete kolen. Daar hebben we ook een paar goede inzendingen van. Zo zegt Stefan, het zwakke thuisspel van Emmen. Ja. Dat Michael Kieftenbel dat met hem eens is. Ja, dat weet ik wel zeker. Groningen. Nou. Ja, we zijn de hete kolen bij Groningen, zijn we al voorbij. Die hebben we zo vaak uitgedeeld, dat kan niet meer. De trui van Slot lees ik ook. Heb jij de trui van Slot gelezen? Ik niet namelijk. Nee, volgens mij had hij gewoon een grijs truitje aan. Nou, misschien moet hij een paar kilo's afvallen. Oeh, ja, maar dat ligt niet aan je trui. Ja, dan moet hij misschien een zwarte trui... Ja, zwarte trui, dat het een beetje afkleedt. Maar ik heb er totaal niet op gelet. Zowel niet op de buik van Slot als niet op de trui van Slot. Dus ik durf het niet te zeggen. Nee, dus, dan hebben we nog Gert met Taylor. Dat vind ik een beetje... Nou, je kan in Taylor in heel veel wedstrijden wat verwijten. Dus zeker tegen Excelsior bijvoorbeeld. Maar dat vond ik vandaag veel minder het geval dan in andere wedstrijden. Dus daar zou ik niet zo snel voor gaan. Nee, en dan hebben we nog Olivier die zegt de arbitrage. Ja, dat ga ik niet elke week doen. Dus dat vind ik een beetje een zwakte bot. Ja, ik zit eigenlijk te denken aan... Ik zit een beetje in de hoek van Excelsior te denken. Ja, ook als je ziet hoe ze die eerste helft spelen en hoe makkelijk ze uit elkaar gespeeld worden, ondanks dat ze met drie man centraal achterin spelen. Ja, je begint eigenlijk ergens een beetje te denken dat ze misschien het gevoel hebben van, we zijn er al. Ja. Ja, ik kan het niet onderbouwen. Maar, beetje het Heracles-gevoel. Het Heracles-syndroom. Ja, nou ja, goed, daar speelden we wat meer dan bij Excelsior. Maar ja, ze hebben voldoende kwaliteit om erin te blijven. Dus het zou zonde zijn als ze daar geen gebruik van maken. Ja. De hete kolen is eigenlijk ook altijd een beetje een soort aanmoediging. Dus dan gaat hij van mij raad richting Excelsior. Nou, ik ga er geen aanmoediging van maken. Maar echt een echte hete kolen. Een gloeihete kolen. Oh, echt loeiend heet. En dan geef ik hem aan Verrips. Oh, ja, goeie. Nee, zeker. En niet alleen omdat hij zijn niveau niet haalt, want dat kan gebeuren. Dat kan iedere speler gebeuren. Maar het feit dat je daar als volwassen kerel die genoeg ervaring heeft, niet voor die camera gaat staan, maar wel een ventje van 17 jaar laat staan. Ja, dat getuigt niet van heel veel... Nee, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Want als ik kijk naar alle aankopen van Groningen, hoe slecht ze ook zijn, maar dan vind ik dit eigenlijk de meest tegenvallende. En ik zeg niet dat hij de slechtste speler is van Groningen dit seizoen. Alleen ik had veel meer van hem verwacht. Ja, en ik heb ook het idee dat hij gewoon een aantal dingen heeft die hij echt beter kan doen. Zoals die voorzetten. Ja. Ja, zelfs bij die goal van Simons, hoe fantastisch die ook was. Was het niet precies in de bovenhoek. En hij kon alleen die kant op. En toch is hij te laat. En ja, ik heb het idee dat hij er veel meer uit kan halen dan wat hij nu doet. Het is moeilijk bij Groningen nu, maar hij zou het verschil moeten maken. Zeker. Dan gaan we nu lekker door naar het spannendste deel van deze podcast. Nou... ik heb mijn eigen team in ieder geval een hele tijd niet meer mogen benoemen bij de coach van het jaar. Maar goed, het is eigenlijk spannend hoe hoog de score is uitgekomen. Want er is zoveel gescoord dit weekend. Dus waarschijnlijk zal er ook iemand echt veruit... de weekwinnaar is Bas met AFC. En voor mijn idee heb ik die wel eens gezien in de toplijst. Als ik me niet vergis. Zou kunnen. Bas heeft 98 punten gepakt. Dat is lekker. Dat is niet gek. 14 voor Simons. 16 voor Manhoef, 16 voor Brenet. Toe, dan ben je al nooit eind. 11 voor Pavlidis, 9 voor Giménez, 11 voor Kudus. Poeh, de enige spelers die geen punten bij hem gepakt is Van der Streek. Van der Streek en Willemson, die niet speelden. Dat is het enige. Ja, hij heeft alleen een goede bank. Maar als je zo'n basisovertal hebt, dan sleep je de punten wel binnen. Dat dus, is op, ik denk een van de sterkste weken die ik heb meegemaakt hier. Ja, nee, absoluut. Bijna 100 punten. Dus, dat is knap. Dan gaan we nog even naar het algemene klassement kijken. Want ja, we beginnen nu al richting die eindsprint te trekken. De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen, zegt Nieuw altijd. Mooi. Dat, en het begint er nu een beetje om te ontspannen. Wat betekent het eigenlijk? Ja, dat de eerste week of zo, als hij het dan slecht doet, dan gebruikt hij dat als excuus, laat ik het zo zeggen. En pas aan het einde van het seizoen worden de prijzen verdeeld. De knikkers. Dus, de knikkers worden inderdaad verdeeld. Overnieuw trouwens, soms vragen mensen ook van wanneer schuift hij weer eens aan. Het kan zijn dat hij af en toe weer te zien is in de daily. En als het nodig is ook weer een keer een bord op schoot podcast. Dus ik kijk er naar uit. Een kleine update daarover. Wie is eigenlijk de koploper op dit moment? Nou, die is verwisseld. Oh. We hebben het stuivertjes gewisseld. Want de Spurs hebben de leiding overgenomen van Igor Paixão. Ja. Verder hebben we nog Dennis met SC... Zou ik het even mooi proberen? SCF de Peroias. Oeh. Ja, voor de rest in die top 10. Ik zie ook... weinig verschuivingen. Nou, ik zie alleen iemand die de hele tijd bovenaan heeft staan. Ik ben de naam even vergeten. Die is eruit gevallen. Dus die moet even weer een FC stapje... Boni. Ja, die moet even... Ja, heel ja, goed. netjes ja. Die moet even weer een stapje erbij zetten, FC Boni. Want we zien graag weer terug in de top 10. Ja. Maar ja, voor mijn concurrentie hoef je niet bang te zijn. Ik blijf lekker rond die 100ste, 200ste plekken volgens mij steken. Gewoon even lekker daar in de middenmoot blijven hangen. Misschien nog een eindsprintje, hoop ik nog op. Beetje Europees voetbal. Playoffs. Zeker. Nou, over playoffs gesproken. We gaan even snel kijken naar de ranglijst. Bovenin niks veranderd? Nee, eerste 6 ploegen volgens mij gewonnen. Pas vanaf Utrecht, Heerenveen en RKC in dit geval zijn de nederlagen gekomen. En onderin, ja, eigenlijk heeft Groningen nog een extra minpunt gepakt met die 0-6 bij PSV. Ja. Ik zat nog te kijken, die moeten live te kijken. Toen dacht ik, nou, die moeten het heel gek maken. Willen ze onder Cambuur komen te staan, maar dat hebben ze ook gedaan. Dus dat is echt wel weer slecht voor Groningen. Sowieso onderin laatste 6... Geen punten gepakt. Ja, en ik zie Eagles er ook nog tussen staan. Ook maar een marge van 6 punten naar Emmen. Ja, dat is nog wel aardig. Hebben nog wel een buffertje. Ja, als je 1 elftal ziet dat wel het niveau haalt. Ondanks dat ze nu de punten niet pakken, dan is het Eagles wel. Dus ja, onderste 5 gaan het uitmaken, denk ik. Nou, er zijn volgende week een paar wedstrijden waar ze zeker punten kunnen gaan pakken. Maar we gaan even vooruitkijken naar de speelronde van volgende week. Ja. Die begint op vrijdagavond om 8 uur met RKC Volendam. RKC Fortuna zie ik. RKC Fortuna, sorry, de volgende wedstrijd van Volendam. Ja, RKC trouwens, Fortuna. Ik wist het ook wel, want wij zijn erbij volgende week bij RKC. Klopt. Maar dus, RKC Fortuna, klopt. Op zaterdag hebben we dan Volendam tegen Vitesse. Dat klinkt niet als een... met Vitesse niet als een slechte wedstrijd, maar het is nog wel een belangrijke wedstrijd. Mm. Groningen-Emmen, Feyenoord AZ. De grote kraker van het weekend, denk ik. Ja. Op zondag kijken we dan naar Cambuur-Heerenveen. Kan altijd gek zijn. Ja, leuke derby. Zeker, de Utrecht PSV... Eigenlijk ook een hele leuke wedstrijd. Go Ahead Twente, Ajax Sparta. Go Ahead Twente is ook nog wel een soort van... derby-achtig. Ja, het ligt wel ver uit elkaar. Maar het is altijd wel een intense wedstrijd. Dus die is ook wel tof. Ajax Sparta, kijken of Sparta het op dit niveau kan. En sluiten we af met... Excelsior NEC. Ja, die kunnen we dan niet live zien. Want dan zitten we in ieder geval... Ik zit hier in ieder geval weer achter de desk. Ik zit er volgende week niet. Ja, jij krijgt een weekje rust. Die heb ik ook wel nodig na vanavond, hoor. Zeker, zeker. Nog even, als we deze kaartjes wel onder de video kunnen monteren... We hebben hele mooie kaarten deze week dankzij Justin. Dus ik hoop dat we ze in de video kunnen opnemen vanavond. Ik hoop het ook. Wouter, ik vond het leuk. Ja man, dat was tof. Het was voor mij ook een debuutje. Ja, volgens mij ging het wel. Ja, dat ging foutloos. Dus dat ging prima. Dat ging zeker niet slecht. Ik zit nog even naar het programma te kijken, maar dit zijn wel de Feyenoordweken. Dus het is nog even een paar weken dat de grote wedstrijden zijn. En dan de rest van het seizoen... Misschien dat dan de spektakel bij de andere clubs ligt. Maar voorlopig kom je nog wel even aan je trekken bij Feyenoord. Nou, dat zeker. Wouter, ik wil je bedanken. Ik wil ook alle mensen die hebben gekeken en natuurlijk geluisterd bedanken voor het kijken en het luisteren. Volgende week zijn we weer terug. En dan ben jij er weer. Ik weet niet wie er naast je zit. Als het goed is, Timber en Martin Haven, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat is wel een sterrenensemble. Sowieso. Dus tune zeker volgende week in. En dan zien we jullie dan. Laters.